even voorstellen. Fanny Janssen. Demograaf, succesvol onderzoeker en vooral gefascineerd door het verhaal achter de cijfers en het verband tussen individuele demografische beslissingen en de maatschappelijke context. Demografie gaat echt over het verhaal achter de cijfers, de mens achter de cijfers. Het individuele gedrag, dat staat centraal. Bijvoorbeeld roken. Al mijn vrienden roken, dus ga ik ook maar roken. Maar daar is ook de context. Is roken, wordt dat gezien als iets positiefs of is het een taboe? De economische context, het beleid. Hoe duur is een pakje sigaretten? Dat individuele gedrag, dat mondt weer uit in ontwikkelingen op populatieniveau, gezondheidstrends, sterftetrends. En die cijfers, die zijn weer van invloed of kunnen weer van invloed zijn op de context. Daar zit zoveel in, het houdt allemaal met elkaar verband en dat is wat demografie is. Tot nu toe ben ik vooral bezig geweest met het kijken naar het effect van roken op de huidige en de toekomstige sterfteontwikkelingen. Wat we zien is dat rookgerelateerde sterfte een heel andere ontwikkeling laat zien dan de algemene sterfte. Dat laat het plaatje ook zien. Hier zien we de enorme toename van het percentage mannelijke rokers in de bevolking. En ongeveer 20 jaar later gevolgd door de toename van rookgerelateerde sterfte in de populatie. Die dus heel anders is dan de algehele afname van de sterfte. Dat heeft een enorm effect op de algemene sterftetrend en op de levensverwachting. Dit is die algehele sterftetrend, dan voor mannen, dan uitgedrukt in de levensverwachting. Je ziet voor mannen zowel de totale levensverwachting als de levensverwachting waar het effect van roken uit is gefilterd. En wat we kunnen zien is dat de levensverwachting zonder roken hoger is dan de totale levensverwachting, vooral voor mannen. Maar ook dat die sterfteontwikkelingen voor mannen en vrouwen veel gelijkmatiger zijn en veel robuuster over de tijd. Dit moet je dus meenemen in de voorspelling van de sterfte. Want wat er nu gebeurt is dat men kijkt puur naar de algehele trend. Dan is het dus in dit geval voor mannen enorm belangrijk of je de trend vanaf 1950 meeneemt of de veel gunstigere trend vanaf 1970. Mijn stelling is, je moet de trend nemen in de algemene sterftetrend zonder die fluctuaties, variaties van roken en die doortrekken tot de toekomst. En dit is ook wat het CBS nu heeft overgenomen in zijn prognose. En binnen mijn video-onderzoek ga ik dit verder uitbreiden door te kijken naar obesitas en naar overmatig alcoholgebruik. En niet alleen voor Nederland te kijken, maar ook voor een heel scala aan Europese landen. Om ook daar een bijdrage te leveren aan de voorspelling van de sterfte, omdat dat enorm belangrijk is. Bijvoorbeeld het huidige debat over de pensioenleeftijd hangt enorm af van de toekomstige sterfte en de toekomstige levensverwachting. Dus het is heel belangrijk dat die accuraat voorspeld kan worden. En met deze methode blijkt dat dat inderdaad accurater kan. Ik hoop vooral dat door dit videoonderzoek de sterfteprognose in deze Europese landen echt verbetert. Dat ik daar significant aan bij kan dragen. En stiekem hoop ik ook nog dat dit helpt om demografie meer voor het voetlicht te brengen. Het is een ontzettend interessante, relevante studie. En binnen onze Master Population Studies is altijd nog plek voor enthousiaste studenten die dit willen bestuderen.